Welkom, dit is het COVID-19-journaal op woensdag 25 november. En namens het ministerie van Volksgezondheid wens ik u nog een fijne Srividensi toe. In deze aflevering praten we met de man van de straat over de herdenking van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. En aan het woord komt ook milieudeskundige Asra Warner over de protocollen die nog in de maak zijn. Hoe brengt de man van de straat zijn Srividensi door? Vindt de burger dat er normaal gefeest moet worden? Of is thuisblijven het beste advies? Luistert en kijkt u mee. Hoe ga je Srividensi doorbrengen met deze COVID-situatie in Suriname? Zo, ik denk dat ik ga gaan hoor. Want ik wil wel niet ziek worden, ik wil thuis blijven. Nou, voor mijn part. Kijk, we moeten ons. Het is leuk. We hebben veel gedacht over Srividensi. Jammer dat we niet veel hebben bereikt in het land. Want het gaat bar slecht in Suriname. Maar ik vind zeg dat als wij bijvoorbeeld met de corona, als er is nog corona, want het is nog niet helemaal off, weet je, dan moeten we ons wel aan de regels houden, weet je, om het dan een beetje sober te doen, weet je, want het zijn uitspraken en je gaat veel mensen hebben als je het gaat houden in het groot verband. Dat er veel mensen bij elkaar gaan komen en dat gaat niet zo goed zijn, weet je, voor de gezondheid van de mens. Eenvoudig, thuis schoon. Nou, veel en vaak zit hij. Maar ja, maar als slaap nou nog de commissie, maar al ook wel. En dan een COVID-situatie, denk ik dat ik ook straat even met Chimbarbari? Ja, nou, om horen ze even naar regel. Ja. Boy, alle rust hoor. Het is niet om te jugu tegenwoordig. Gaat u niet op straat? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Mijn vriendin heeft gevraagd. Ze gaat koken en ze gaat eten verkopen. Dus ik ga haar helpen. Met het coronavirus, bent u niet bang dat u gewoon thuis moet blijven en niet op straat gaan? Nou, als we afstand houden, denk ik wel dat het goed is. Ja. Ik ben op het werk. Ik heb de nachtdienst, dus ze gaat niet vieren. Waar werkt u? AZ. Dus u bent in de zorg? Klopt. In mijn huis, met mijn gezin. Het is COVID, dus we moeten thuis blijven. Is dat niet saai? Nee. Het gaat toch om onze gezondheid? We moeten op onszelf letten. Ja. We hebben dat nooit eerder meegemaakt, hè? Gewoon Srividensi thuis blijven en niets doen. Hoe denk je dat het zou zijn? Nou, voor alles is er de eerste keer. De situatie is er nou eenmaal zo. En we moeten daarmee leren leven en gehoorzaam zijn. Srividensi? Kijk, ik ben op 13 november 54 jaar geworden. En het is niet lang terug dat 45 jaar voorbij is gegaan. Toen was ik ook nog jong. En ik had de hoop dat wij met 45 jaar Srividensi, dat wij het uitbundig zouden vieren. Maar jammer genoeg gaat het niet kunnen. Weet je, dus dan ga ik het maar heel rustig doen. Thuis, ja. Ik kwam niet aan mij, zo je moest, kom op niet. Ja toch, dat is naar Oemoesouders even naar regel. Met Amano kwam Panyamoro. Ja. Je boodschap voor Suriname met in verband met 45 jaar Srividensi? Boy, ik denk als we harder gaan bidden, dat het wel goed komt in Suriname. Echt wel, elk huis, het vlammetje van het gebed weer gaat aan wakkeren. Dan moet het goed komen, echt wel, dat geloof ik wel. Nou, mijn Srividensi-boodschap naar de mensen thuis is, maak er een leuke dag van, thuis met je gezin, maar zorg ervoor dat je safe blijft. Ja, mogen we komen eten bij jou? Nee. Amoro sai, teur don't have siki bedi. Weet je? Dus abetre i horen vaak rustig, weet je, en is tak wel. Desalniettemin, hoe de wan shoot kondre, corona kong. Weet je, we kunnen er niks eraan doen, weet je. Maar ik vind dat Surinamer op zichzelf, ze zijn gehoorzaam. Ja, de Maui's wij draaien, dat is mijn hoor, dat is naar de regels. Uitzondering voor bepaalde wang. Weet je, maar ja, biefte geen rustig, pa. Nu is het een beetje gedempt, maar je weet niet wat er kan gebeuren 25 november als er heel wat mensen over straat komen. Nee, ze mogen thuis blijven. Mogen we bij u komen eten? Ik zit in de nacht. Nee, ga slapen hoor. Dank je. Dank je.
Onlangs heeft de overheid vastgesteld dat een reiziger Suriname alleen mag aandoen als die voldoet aan alle regels. Namelijk een reisverzekering met COVID-19 dekking, een negatieve RT-PCR-test van niet ouder dan 72 tot 120 uur, oftewel niet ouder dan 3 tot 5 dagen, en positieve ELISA-testresultaten voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden. Thuisquarantaine zal alleen mogelijk zijn met schriftelijke toestemming van de autoriteiten, de minister van Volksgezondheid of de directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG. Na de verkregen toestemming zal de reiziger een bewakingsbedrijf moeten benaderen en moet er een persoon garant staan. Minister Amer Ramadhin geeft aan waarom een garantstelling is geïntroduceerd. De garantstelling hebben wij eigenlijk voorgesteld om te introduceren, omdat we weten en we hebben gezien wat er is gebeurd de afgelopen tijd, waarbij vakantiegangers met familieleden hier in Suriname misbruik hebben gemaakt van de situatie, enkele vakantiegangers, om de quarantainemaatregelen die horen bij reizigers te overtreden. En middels het invoeren van een garantsteller, waarbij dus ruim voor het vertrek van de persoon naar Suriname dat aangegeven moet worden, willen wij eigenlijk een persoon in Suriname belasten, kan je zeggen, met een beetje de sociale controle. Maar ook nog, wetende dat de persoon mogelijk de quarantainemaatregelen wil overschrijden of in overtreding wenst te gaan, dan kunnen wij altijd bij constatering van dit feit de garantsteller verantwoordelijk stellen voor de zaken die zijn misgelopen. De bedoeling is dat de garantsteller geïnformeerd moet worden wat de rol is en dat de persoon weet dat ik ook een taak heb om die persoon te helpen om in quarantaine te blijven op een verantwoorde wijze. Dat is een van de zaken die ook nog nu anders wordt gedaan door de regering. Een andere zaak is wat wij nog extra hebben gezet. En dat was ook de constatering. We hebben met luchthavenbeheer gezeten en gekeken dat personen toch door familieleden werden opgehaald. En er was geen adequate controle en de mensen sluipen weg. Ook daar hebben we een einde aan gebracht. Dat betekent dat geen enkel familielid toegestaan zal worden op het terrein van luchthavenbeheer om een familielid op te halen die komt naar Suriname. Alleen, zoals de heer Mendons heeft aangegeven en de minister van TCT, geregistreerde taxibedrijven of bussen, bustransport, die onder protocol werken. Minister Ramadhin betreurde ten zeerste dat er organisaties zijn die de COVID-19 maatregelen negeren. Hij heeft vanuit de samenleving klachten ontvangen over feesten die gepland zijn voor de komende feestdagen. Minister Ramadhin waarschuwt degenen die de maatregelen niet serieus nemen. Suriname kan een tweede golf van het coronavirus niet aan. We kregen ook de rapportages vanuit mensen, het publiek, dat er heel veel zaken plaatsvinden. Ik geef even aan hier bijvoorbeeld, en dat is komende zondag, heeft een bepaalde organisatie hier een poolparty gepland, waarbij er een aantal muziekopstellingen zijn aangekondigd. En om aan te geven alleen wat de verantwoordelijkheid is, wens ik het even te verduidelijken. De overheid probeert, en u hoort het van alle kanten, alles op alles te doen om u te beschermen. Maar dan zie ik hier, en het is hier op het plaatje te zien, waarbij we lezen aan de onderzijde, er is een bus beschikbaar naar plaats van bestemming. Adres is privé en wordt bekendgemaakt op uw toegangskaart. Uw temperatuur wordt opgemeten bij de ingang. En voor meer informatie staat er een nummer. Dus ik heb dit gelijk gerapporteerd naar de minister van Justitie en er zal worden opgetreden. Maar dit geeft alleen aan dat we toch nog niet helemaal bewust zijn van het feit dat een poolparty
een poolparty zo intiem en gemoedelijk is, dat er een hoge kans is op verspreiding van COVID-19 mocht er één persoon daar zijn. Dus ik roep de organisatie op, ik ga geen naam noemen, maar ik roep de organisatie op om hiervan af te zien. En elke andere organisatie die van plan is om dergelijke activiteiten te ondernemen, om hiervan af te zien. Het is niet verantwoord. Het is absoluut niet verantwoord om dergelijke festiviteiten, evenementen te doen. Ook in het kader van de afsluiting van het jaar roep ik elke organisatie op die van plan is iets te doen, om het niet te doen. Indien u een idee hebt of u wilt iets doen en u denkt dat het veilig kan, dan mag u altijd een brief richten naar het ministerie van Volksgezondheid. Dan bestuderen we het met u samen en dan maken we afspraken indien wij ook van mening zijn dat het veilig is. Maar dat is gewoon wat ik wil aangeven, dat er toch nog personen zijn in Suriname en organisaties die denken een loopje te nemen met het beleid van onze regering. We gaan niet toestaan dat dit zal plaatsvinden en we gaan hard ons best hard doen om de handhaving te ondersteunen, want we kunnen echt die laatste en die derde golf niet aan. En zoals aangekondigd praten wij ook met milieudeskundige mevrouw Warner op het ministerie van Volksgezondheid. Zij is belast met de diverse COVID-19 protocollen die al ontwikkeld zijn en de protocollen die nog in de maak zijn. In deze aflevering heeft zij het over de protocollen die in acht genomen moeten worden bij het organiseren van evenementen. Er zijn verschillende protocollen in ontwikkeling. Nu zijn we dus bezig een protocol te ontwikkelen voor evenementen. Als organisaties dus een activiteit willen organiseren, dan kunnen zij dus vragen om advies bij het ministerie van Volksgezondheid. Advies en ook toestemming natuurlijk. En aan de hand van het verzoek dat wordt ingediend, wordt het beoordeeld en nagegaan als het wel COVID-19 veilig wordt georganiseerd. En dan wordt er al dan niet een advies gegeven of afgekeurd als blijkt dat COVID-19 preventieve maatregelen volgen niet mogelijk is. Er zijn al protocollen voor voetbalactiviteiten, voetbalwedstrijden, althans oefenwedstrijden, of oefeningen, sorry. Er zijn al protocollen voor voetbaloefeningen, alleen mag er dus geen publiek, er mogen geen toeschouwers aanwezig zijn. Trouwens, alle protocollen zijn te vinden op de website van het BOG, www.bogsuriname.com. En ik wil ook de samenleving adviseren om regelmatig de website te checken, omdat er zo gauw er een nieuw protocol is dat daarop geüpdate wordt. En dan hebben wij het gehad voor wat betreft deze aflevering van het COVID-19 journaal, een programma van het ministerie van Volksgezondheid. Ik hoop dat u revidentie op een leuke manier heeft herdacht met inachtneming van de COVID-19 regels. De totale gemeenschap kan ervoor zorgen dat een tweede golf van COVID-19 Suriname bespaard blijft. U weet het, wij doen het samen. Goedendag.